Floris van Just Didi en wel bekend bij jullie onder justdidi.design. Dat is mijn webpage en daar verkoop ik mijn patronen veelal voor 99 cent. Ik ben de afgelopen maand de prijs verlaagd om het zo voor iedereen aantrekkelijk te maken om ook een patroontje te kopen. Dat ook voor iedereen's budget is. We gaan het vandaag hebben over de Summertop Joe. Tadaa, hier is die. Want ik krijg behoorlijk wat vragen binnen via de persoonlijke bericht op Facebook. Om op deze manier toch even al die berichten in één keer te beantwoorden, heb ik ervoor gekozen om even op beeld te komen. Kan ik alles in één keer bespreken en is voor jullie alles hopelijk in één keer allemaal duidelijk. Dat is altijd maar de vraag, maar ik ga mijn best doen. De eerste vraag die ik veelal krijg, kunnen we hem ook met eigen garen haken? Zeker. Alleen, ik heb er bewust voor gekozen om met een Sugar Rush, Maxi Sugar Rush van scheepjes te haken. Waarom? De top flatteert en valt mooier met fijn garen. Daar is het patroon op gebaseerd. We haken deze top met een naald 2,5 mm. Je kan nog uitwijken naar een 3 mm. Dat is aan jou. Dus als jij een 2,5 mm heel erg moeilijk vindt of angstig vindt, kan je uitwijken naar een 3 mm haaknaald. Ik ga jullie straks laten zien hoe je deze garen moet vasthouden met haken en hoe het makkelijk te hanteren is. Want dat is toch ook wel een van de vragen die langskomen. Oeh, 2,5 mm, dat is fijn. Valt reuze mee. Als je eenmaal weet hoe je de naald moet vasthouden en het garen moet vasthouden, gaat het als een trein en wil je niet meer. Wil je niet meer anders. De top zelf heb ik dus met fijn garen gehaakt. Dus Maxi Sugar Rush van scheepjes. Waarom? Je gaat hier nog een topje onder dragen. Of een kort topje of een lange top. Dat schijnt door. Als je het niet wil, prima. Even goed. Maakt niet uit. Maar het wordt zomer. Je wil niet te warm kleden in de zomer. Je wil wel lekker iets luchtigs aan, maar ook iets moois. Deze kanten top in een modern jasje gehezen eigenlijk. Is daarom dus gehaakt met een Maxi Sugar Rush. Het is een stuk fijner, waardoor het minder zwaar wordt en minder dik wordt. Waardoor je niet het gevoel hebt van, ik heb hem aan, ik heb het snik heet. Dat is niet de bedoeling. Dit is het maat 36-38. Voor de grotere maten, als je liever het buikje bedekt wil hebben, adviseer ik het losse model. Die is ook zichtbaar op de websites en op de Facebookgroepen. Het losse model flatteert dus van buitenkant schouders richting de heupen. Ook daarin hebben we de Maxi Sugar Rush gebruikt. Je zal in de foto zien dat hij op de schouders mooi hangt en dan mooi drapeert richting de heupen en netjes en losjes valt. Als je daar dan vervolgens een mooi tanktopje of een siletje onder draagt, perfect. Heb je geen warmte, toch iets leuks aan, toch iets bedekt. Je kan er een mooie jeans onder aan doen. Je kan er een lekker rokje onder dragen. Verzin het zo gek. Maak je een dubbele lengte richting een jurk, ook prima. Heb je een lekker strandjurkje. Of je doet er een mooi onderjurkje onderaan. Je kan prima een dag stappen met leuke hakjes of slippertjes eronder aan. Kortom, het is een veelzijdige top voor iedere maat te maken. Maar ik adviseer je echt om het met Maxi Sugar Rush te haken. Als je hem bijvoorbeeld met de Cotton Eight van scheepjes haakt, kan ook prima. Alleen dan wordt het iets dikker. Want dat is een naald 3, 3,5 moet je dan zeker mee gaan haken. Maar het garen aan zich is wat dikker, waardoor het warmer wordt. En hij zal minder mooi gaan vallen zoals die hoort te zijn. Dus ik adviseer echt om eens een keer te proberen met de Maxi Sugar Rush te gaan haken. Je zal er zoveel plezier aan hebben. Plus het blijft in de wasmachine perfect. Het is katoen, gemerseerd katoen. Het splijt niet, het is goed stevig. En je kan er heel wat jaartjes mee voort. Het is echt mijn advies, koop die Maxi Sugar Rush. Sommige leden van jullie weten dat ik vorig jaar de kroontjestop heb gelanceerd. Wordt met hetzelfde garen gehaakt. Joelle van Polly Prutz heeft een enorm mooie strakke prijs aangehouden. Ik heb voor maat 36-38 4 bollen gebruikt. Voor de maat 36 heb je 3,5 nodig. Dus maat 38 heb je 4 bollen nodig. De maten in Nederland gaan als maat 32-34, 36-38, 40-42 enzovoort. Ik krijg vaak de vraag, ja maar ik heb maat 38-40. Dat is eigenlijk officieel geen Nederlandse confectiemaat. De Nederlandse confectiematen gaan van 32-34, dan heb je 36-38 en dan 40-42. Kijk goed naar je eigen lijf. Als je echt van boven,
van schouder tot schouder echt maat 38 heb, pak een maat 38 als pakket. Dus maat 36, 38. Heb jij in de broek maat 40, maar boven maat 38, pak maat 36, 38. Dus let goed op je lijf wat je hebt. En kijk anders in de kleding die je hebt liggen, welke maat staat erin. Dan weet je eigenlijk al welke je moet hebben. Ben je niet zeker? Neem gewoon een pakketmaat hoger. Dan heb je over. Heb je eventueel wat voor de volgende call die we eventueel nog gaan presenteren. Er zullen ongetwijfeld nog mooie topjes bij komen voor de lace collection waar ik mee bezig ben. Dat gezegd, ik heb voor deze top dus 4 bollen gebruikt. Per combinatie maat hoger moet je 1 bol toevoegen. Joëlle van Polly Pruts heeft het inmiddels al toegevoegd in haar bestand. Dus je hoeft alleen maar je maat aan te klikken en de kleur die je wenst. Ik heb de top gehaakt met deze. Dat is de Light Coral. Die staat ook in het besteloverzicht. Dus die kun je ook bestellen. Inmiddels zijn er wat kleuren toegevoegd. Dus ik zou zeggen, shop till you drop. En neem de kroontjestop erbij. Dan heb je 2 mooie pakketten in 1 keer besteld. En dan kan je voorlopig even lekker voort. Donderdag 17 mei gaan we starten met de call. Dan wordt ook digitaal patroon doorgestuurd. En dan komt ook bij mij op de website een patroon los te koop. Mocht jij zelf al Sugar Rush in huis hebben, dan kun jij los het patroon bij mij bestellen. Indien je niet hebt, ga naar polypruts.nl en bestel je pakket en dan kunnen wij gaan starten. Dit is een maat 36-38 vanaf maat 40. Als je het buikje niet wil, niet zo mooi strak in het shirtje wil hebben, adviseer ik je het losse model te haken. Dat zit allemaal in het patroon beschreven en ook een patroongedeelte waarin uitgelegd wordt hoe je het watervalletje krijgt zoals bij de kroontjestop. Het zijn eigenlijk 3 patronen in 1. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. En we starten 17 mei. Het zal 2 tutorials worden. Ongeveer laat jullie enkel zien hoe jullie de steek opzetten. Hoe het basispatroon werkt. Of verder rest wijst het patroon zich vanzelf. Ik hoop jullie allemaal terug te zien 17 mei. Graag tot ziens.